Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we naar Bomhofsplas. Gaan we kijken wat er gebeurt met de biohutten. Die worden vandaag geïnstalleerd. Dat is een Frans bedrijf die dat doet, Ecochin. En dat zijn soort van gevlochten manden die ze straks onder het park gaan hangen, aan de rand van het park. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Daar gaan we nu naartoe, dus een ritje naar Zwolle. Tot straks. Je ziet hier de middenspanningskabels vanaf het park naar het land komen. Ik denk eerst even een mooi plaatje maken hier, want het ligt er heel mooi en rustig bij. Je ziet dat de voorbereiding voor de biohutten is begonnen. Ze staan hier op de wal nu. Ze zijn in elkaar gezet. Het zijn een soort van flatpacks, zeg maar. Pakketjes die je in elkaar zet. Van manden, korven, waar dan twee buitenkorven zijn en in het midden zit er een korf met schelpmateriaal. Dus dat is dan het spul wat gebruikt gaat worden om die visjes wat te stimuleren en kleine visjes een schuilplaats te bieden en dergelijke om en andere beestjes te laten groeien. Dus dat is de bedoeling, die gaan straks geïnstalleerd worden. En de mannen van Ecochin, het Franse bedrijf, die staan erachter, die zijn er bezig geweest vanochtend om deze 20 stuks in elkaar te zetten. En je ziet hier het schelpmateriaal zitten. Het zit dan echt in het midden, in het midden van zo'n korf. Dus dat is dan echt een beetje de leefruimte en de schuilplaats voor kleine visjes. De biohutten worden straks aan het park gehangen, aan de buitenkant. Dus de kant waar je nu tegenaan kijkt. Daar zullen ze echt maar 20-30 centimeter onder het wateroppervlak komen te hangen. Dat is een mooie plek. Daar zitten vaak de jongere visjes dichter bij de oppervlakte. Dus het wordt lichter. En daar zullen we dan op drie verschillende plaatsen, ongeveer 6 tot 7 biohutten bij elkaar hangen. De eerste biohut wordt geïnstalleerd. Dat is altijd eventjes een beetje puzzelen, maar hij wordt nu goed vastgemaakt. Nog 19 te gaan. Dus op deze hoek komen er een stuk of 6, verdeeld over 3 bootjes. En dan verderop komen er nog een keer 6, verdeeld over 3 bootjes. En dan in een andere hoek nog 7 bij elkaar.